Gaat goed? Ja? Doe ik het wat zachter. We hebben vandaag een mystery guest. We hebben net op Instagram bekendgemaakt wie dat is. En misschien dat jullie al een klein beetje een vermoeden hebben. Maar bij deze kondig we aan. Lois, wie is onze mystery guest? Vandaag hebben we Marion Koopmans bij ons op het podium. Hallo. Ja? Top. Jullie kennen haar als toongevend academici op het gebied van virologie en zoonose. Ze heeft gewerkt aan de influenza A-pandemie, MERS, Zika en Ebola, maar de meesten van ons kennen haar natuurlijk van haar efforts bij het bestrijden van COVID-19. Ze is niet los te denken van de afgelopen 2 jaar met de lockdowns, maar vandaag gaan wij ontdekken wie de persoon achter het OMT-advies is. Mevrouw Koopmans, welkom. Dank u wel. Hartelijk welkom en ongelooflijk leuk dat u er bent natuurlijk. Ja. Ik hoop dat u het zelf ook leuk vindt. Dat gaan we zien. Dat moeten we even afwachten inderdaad. Ik kan me voorstellen dat u de afgelopen 2 jaar minder toe bent gekomen aan dingen die u leuk vindt. Ja, nou ja, los van dat ik mijn werk leuk vind. Ja, de hobby's die... De hobby's zijn wat minder in beeld geweest. Het ging net ook wel een beetje over muziek. Saxofoon is volgens mij uw eigen instrument. Ja, geweest hoor. Ik speel het eigenlijk niet. Ik kom er niet meer van. Maar toch één tip voor de mensen die er zitten. Eén iemand die absoluut geluisterd moet worden. Mag u gratis muziektip? Ik ben niet bij de publieke omroep. U mag reclame maken. Nou ja, Tennessee die Whiskey is een heel mooi nummer. Ja. Hangt er vanaf door wie het gespeeld wordt. maar ja, dat is een must hear. Jeetje, ja, nou, ik kom nu even niet op namen, maar ik kom er later op terug. Zoals we net al even kort hebben genoemd, was u een beetje het gezicht van het OMT-advies bij de talkshows. Recent is voorlopig het laatste OMT-advies uitgebracht. Mist u het een beetje, de talkshows, Jeroen Pauws van de wereld? Nee hoor, nee. Dat is, wat je nu merkt is, en dat hebben we in het begin van de pandemie ook gehad, toen begin was heel veel activiteit internationaal, ook ja. Op media, en toen werd het nationaal, het was alles nationaal en nu verschuift alles weer naar internationaal. Dus internationale tv zit u wel weer aan de talkshowtafel? Nou, niet zozeer talkshows, maar er zijn allerlei meetings en allerlei, ja. Wat toch wel interessant is over dat media optreden. U bent natuurlijk op een gegeven moment best wel het gezicht geworden van COVID-bestrijding en misschien ook wel van maatregelen. U heeft ook al eens in eerdere interviews aangegeven dat u het belangrijk vindt om de wetenschap te vertalen naar iedereen. Maar had u verwacht dat, dat u één op één zeg maar het gezicht van COVID werd bijna? Nou ja, ik weet niet of dat zo is. Er zijn meer mensen, ja, van Disselmarkt, Bond, heel rijtje. Had ik dat verwacht? Nee, niet zoveel. Dus dat er zoveel vraag was, zoveel behoefte aan duiding, nee, had ik niet verwacht. Het is wel, ik heb ook wel veel gelezen over bijvoorbeeld 1918, de Spaanse griep. Ik heb natuurlijk gezien hoe het ging met Ebola en met Zika, daar hadden wij zelf dan weinig last van. En dan merkt je ook wel dat die hele communicatiekant ontzettend belangrijk is. Ja. Maar wat dat dus doet in zo'n enorme mondige samenleving, dat is wel echt een nieuwe dimensie. Ja. Had u überhaupt verwacht in maart 2020 dat het 2 jaar zou duren? Want ik denk dat wij zaten een beetje met het idee een paar weken online onderwijs en dan zit het wel weer goed. Daar heb ik van gezegd, nou je moet echt rekening houden met dat het dan misschien wel jaren kan duren. Ja. Omdat we dat ook wel weten, dat was eigenlijk al in maart 2020 waren er modellen die zeiden afhankelijk van wat je aanneemt over hoe het virus zich gedraagt en hoe het gaat met immuniteitsontwikkeling, kan het met één golf klaar zijn en kan het ook jaren duren. Dus dat was voor mij niet een verrassing. Wat voor mij een verrassing was, is dat zelfs in de medische wereld dat zo'n nieuw fenomeen was. Ja. Dat hebben we echt ook in het ziekenhuis echt moeten uitleggen. We hadden de eerste golf, toen was er een soort bijna
feestelijke bijeenkomst met de, met de artsen van yes, we did it. Ja. En dan heb ik echt een beetje de lol moeten bederven door te zeggen, prima, relax even, maar er komt echt nog wel wat aan. Dus dat is toch vrij onbekend, zelfs in de medische wereld. Ja. Dus om even kort weer terug te komen op het publieke karakter wat u heeft soort van moeten aannemen op een bepaalde manier ook. Hoe is dat gegaan binnen het OMT? Hadden jullie daar een gesprek over van wie kan het beste dit duiden of dat moet gebeuren? Of was dat ook vanuit uw eigen perspectief vooral van belang? Nee, dat is niet afgesproken. Het is wel gezegd van ja, iedereen is vrij om vanuit zijn vakgebied natuurlijk te communiceren. De inhoud van de discussies in het OMT zijn vertrouwelijk, maar nou ja, het uitleggen van zo'n advies, dat is prima. Dat is eigenlijk gewoon een beetje zo geëvolueerd. Ik vind op zich belangrijk en ook leuk om over mijn vak te praten. En het is ook een beetje gegroeid omdat het OMT-voorzitter zelf daar wat minder van is, Jaap van Dissel. Ja. Want anders, dat zou eigenlijk logisch zijn geweest dat hij dat ook misschien wat meer zou doen. Dus ja, het is een beetje organisch gegroeid. En u heeft natuurlijk niet echt auditie gedaan in de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk te worden. Dat BN'erschap. Dat... Geen ambitie. En hebt u daar achteraf misschien dat u dacht van, oh, dat had ik toch anders willen doen? Of misschien iets minder publiekelijk? You live and learn. Hè. Er zijn een paar discussies geweest. Dus er is een debat geweest of een nieuwsuitzending over groepsimmuniteit. Dat is echt een beetje een ontspoorde discussie geworden, voor mijn gevoel. Waar ik gewoon eigenlijk vanuit van, ja, zo zit dat in mijn vakgebied. En waar dus later kreeg ik ook te horen van sociaal wetenschappers, joh, maar dat was een dramatisch verhaal. Hè, want ik rekende dus voor, ja, hoe zit dat als je een ziekte hebt die, nou, zeg, de helft van de bevolking gaat treffen en waarbij 1% overlijdt, dan heb je het over zoveel doden. Dat was een beetje een klinische rekensom, maar wel, ja, dit is waarom wij hier zo over zitten te vergaderen, zou ik maar zeggen. Daarvan kreeg ik dus later te horen, ja, maar dat is heel hard voor mensen om dat te horen. En wat ik daarvan denk ik zelf, ja, moet je het dan niet zeggen, dat weet ik niet. Maar wat ik wel heb gemerkt, is die hele groepsimmuniteit discussie is wel echt een soort ontspoord, alsof dat een doel was. Terwijl, ja, vanuit mijn kennis is het zoiets, ja, dat gebeurt uiteindelijk. Ja. Dus dat achteraf denk ik, daar ben ik misschien had ik wat meer over moeten nadenken. Maar, ja. Maar denkt u dat het überhaupt goed mogelijk is om de wetenschap volledig te duiden? Want het is natuurlijk een heel erg een framework waar je heel erg in denkt als wetenschapper. En misschien niet altijd even makkelijk om over te brengen. Ik vind eigenlijk dat je wetenschap eigenlijk aan iedereen moet kunnen uitleggen. Of dat nou een groep 6'ers is. Of wat dan ook. Dus ik denk eigenlijk dat dat wel moet kunnen, maar dat je niet kunt rekenen op dat alles opgesnapt wordt. En ja, dat ook, als er één ding is waarvan ik denk dat moeten we meenemen, is het dat het gewoner moet zijn dat er over wetenschap gepraat wordt, dat er over onzekerheden in de wetenschap gepraat wordt, zonder dat dat betekent of dat dan doorgaat naar, oh, zie je wel, ze weten niks en we hebben er niks aan. Want dat is een beetje nu de extreme. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat, ja, ik denk dat je heel veel kunt uitleggen ook. Over u zegt zelf de extreme. We kunnen het net zo goed op tafel gooien. Ik bedoel, wij mochten u natuurlijk vandaag niet aankondigen. Dat lijkt me redelijk extreem. Dat is extreem. Ja. Had u... Is dat eigenlijk, ik vraag me allereerst af, is dat de hele tijd zo geweest vanaf het begin af aan? Want ik kan me voor me voorstellen dat in maart 2020 zijn er mensen geweest die hebben heel erg staan applaudisseren voor de zorg. Misschien dat u toen nog wel ook nog wel eens een applaus kon krijgen. Ja, nee, dat is dus de eerste golf was natuurlijk, de hele maatschappij was, zat er meer in van, yes we can. Ja. En toen was het ook nog te overzien, daar hoorde je ook van, nou ja, ook bij kinderen en de kinderen.
Nou, oh, zo'n lockdown, nou, heeft ook wel weer wat, hè? Je hebt weer eens wat te vertellen. Maar dat kantelde en toen kwam ook wel vrij snel toch wel het ongenoegen langs. Ja, in meer en minder genuanceerde vormen. Ja. Ik vond dit wel, dat zei u net in het voorgesprek, en ik zou u dat toch nog een keer willen vragen om dat te herhalen hier op het podium. Er is natuurlijk een balans tussen vrijheden en ik denk dat we het met z'n allen denk ik vrij snel eens zijn dat er veel gezegd moet kunnen worden in een land. Maar er is een weging tussen de vrijheid dat wij u nu hier niet kunnen aankondigen en dat u misschien niet eens tegen meer dan alleen uw directe omgeving kunt zeggen, ik ga ergens heen, tegenover de andere mening, dat u wat u zegt onzin is. Ik vraag me eigenlijk af hoe u zelf in die, ik kan me voorstellen dat u natuurlijk redelijk biased bent wat dat betreft, maar hoe staat u zelf in die weging? Waar vindt u dat mensen... Nou ja, ik vind dat vrijheid van meningsuiting superbelangrijk. Maar als je echt ziet dat dat gaat betekenen dat je vrijheden van anderen inperkt, ja, dan wordt het dus ook wel, ik vind dat een maatschappelijke discussie, tot hoe ver mag je gaan, wat is, het is een beetje suf, maar wat is ook fatsoen en respect. En dus ik vind dat je met respect alles moet kunnen zeggen. Maar als het echt richting beschuldigingen, richting bedreigingen gaat, dan gaat het te ver, vind ik. Want ik kan me voorstellen dat over het algemeen in uw werk buiten de COVID-pandemie, omdat het niet heel politiek werk is, dat gaat ook over een soort van waarheidsvinding. Had u dat zien aankomen van tevoren, dat zo'n soort van sociale discussies ging worden? Ja, de sociale discussies niet in deze mate. Maar dit speelt wel vaker, want op zich, ik heb ook gewerkt aan vogelgriepuitbraak in Nederland, waarin je allerlei partijen hebt die ook wel voor een deel tegenover elkaar staan. Je hebt economisch belang versus volksgezondheidsbelang, dus dat daar spanning op zit. Dat is niet nieuw. Is niet nieuw en kom je ook wel vaker tegen. Maar inderdaad, de mate waarin, ook de politieke vertaling daarvan, die is wel, dat is wel een nieuw fenomeen, vind ik. Dat hebben we natuurlijk in de VS ook wel gezien. Ja. En ik vind dat ook wel iets waar, daarom heb ik het er soms ook over. Ik vind dat ook iets wel waar we maatschappelijk en als wetenschap en als jonge wetenschappers over moeten nadenken. Van hoe verhouden wij ons hiertoe? Hoe gaan we hiermee om? Want is het werk veranderd? Heeft u gezien dat, u bent natuurlijk ook niet de enige die extreme reacties aan de deur krijgt. Heeft u binnen het OMT gezien dat uw collega's anders te werk zijn gegaan op u zelf? De meeste niet. Er zijn er die bewust niet meer publiekelijk iets doen. En dat vind ik dus eigenlijk een verlies. Ja. Dus dat moet je gewoon eigenlijk niet willen. Ja. Maar op zich, mijn werk is niet heel anders. Nee, het is een beetje druk, maar... Ja, is dat zo? Want ik kan me, misschien ben ik wat minder rationeel dan u, maar ik kan me zo wel heel goed voorstellen dat je een ongelofelijke pleurishekel krijgt aan mensen die u dan, de ergste dingen toewensen, dus dat je allemaal niet op tafel gooien, maar het is niet best. Ik kan me ook voorstellen dat misschien, dan toch een kritische noot te plaatsen, uw beoordelingsvermogen beïnvloedt. Dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk, en dat hoor je ook en dat zie je ook, het zijn de uitzonderingen. En daar is ook onderzoek naar gedaan, ook in wetenschappelijke literatuur. Controversiële literatuur krijgt veel meer aandacht dan hele goede papers maar die zeggen, prachtig, mooi, klopt. Dus het is ook, en dat moet je ook een beetje relativeren. Dus de hoeveelheid aandacht die iets krijgt, wil nog niet zeggen de hoeveelheid draagvlak die ervoor is. En dat hou ik mezelf ervoor, wordt me ook voorgehouden. Nee, niet weg dat je soms, kijk, als je een week hebt met aanklacht, rechtszaak, weet ik wat allemaal achter elkaar, dan wordt het lontje ook wel eens wat korter. Ja. Dat is het geduld wel wat meer.
En misschien iets concreter dan, bent u door de extreme reacties op het beleid en op de hele pandemie anders gaan kijken naar medische ethische kwesties zoals een vaccinatiemandaat? Nee, ik ben altijd, dus als je vaccinatiemandaat noemt, kijk, we hebben in Nederland een lange traditie van dat het keuzevrijheid is. Ja. Dat hebben we met de polio gezien. We hebben voor allerlei infecties hebben we de zogenaamde Bible Belt. Daar is altijd eigenlijk ook met religieuze leiders over gesproken van hoe zorgen we ervoor dat dat goed gaat. En we hebben daarmee een van de hoogste vaccinatiegraden in de wereld. Dus ja. dat daarvan denk ik, dat moet je niet te snel loslaten. Ja. Tegelijkertijd komt er wel ook een ander iets. Er komt eigenlijk ook een ethisch debat. We hebben gezien wat een enorme beperkingen er waren in de bewegingsvrijheid van een heleboel mensen. En die beperkingen die konden verminderd worden door vaccinatie. Mm-hmm. En hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe minder beperkingen voor de hele groep. En daar komt dus ook van, hoe ver gaat het recht op bijvoorbeeld niet vaccineren ten opzichte van het recht op meer vrij bewegen. Dus dat zijn enorme lastige ethische dilemma's. En dat zijn echt maatschappelijke discussies. En op welk moment bent u dan voorstander van een 3G of een 2G-beleid? Of? Als het inhoudelijk echt verdedigbaar is, dan ik heb altijd al gezegd van 3G geeft in ieder geval aan iedereen de keuze. Ja. Dus de combinatie, dus als je niet gevaccineerd wil worden, kun je in ieder geval laten testen, kan je toch binnen. Dat is in ieder geval wat mij betreft dan daarmee ook, had mijn voorkeur boven iets wat gezien kan worden als vaccinatiedwang. Ja. Dat, En dan toch, kijk, natuurlijk gaan er dus dingen mis in een crisis. En achteraf is het allemaal heel makkelijk spreken. De meest gegronde kritiek die u kunt bedenken, toch? De meest gegronde kritiek? Ja, welke kritiek was, wat is nou misschien een kant van de wetenschap die onderbelicht is geweest? Of? Ik denk de communicatiekant, hoe krijg je, dus ondanks alles wat er allemaal gezegd en gedaan is, maar dat was niet een structureel onderdeel van de hele advisering bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je meteen van begin af aan meeneemt van dat wat nu geadviseerd wordt, hoe werkt dat door, hoe zorg je dat mensen dat weten? Er is op een bepaalde manier zijn die adviezen ook over het voetlicht gebracht. Mm-hmm. Dat komt lang niet bij iedereen terecht. Dus dat stuk van hoe krijg je die, wat ook vanuit sociaalwetenschappers is gezegd, hoe krijg je die maatschappij mee in zo'n lastig verhaal? Niet onbelangrijk. ik denk dat dat belangrijk is. Tegelijkertijd heb ik ook discussies gehad. Een discussie geweest bij de Academie van Wetenschappen met vanuit sociaal wetenschap, waar gezegd wordt, we hebben helemaal nooit nagedacht over pandemic preparedness. Yes. En we hebben nooit nagedacht over hoe kom je nou met allerlei verschillende meningen die je ook binnen de sociaal wetenschap hebt, met beperkte evidence tot een heel snel advies, waarvan je zegt van dit is eigenlijk wel nu de consensus. Ja. Dus dat moet ook echt wel. Dat is dan de keerzijde. De wetenschap zelf heeft ook dingen laten liggen. Denkt u dat dan in de toekomst, of bij de volgende pandemie, of we daar überhaupt over kunnen spreken, een diverser OMT gaat komen? Dat denk ik eigenlijk niet, maar dat er iets naast komt. Het is nu ook gezegd dat dat verkend wordt. Want het punt is, kijk, OMT dat klinkt dan als, dat wordt beschreven als ons één mening. Er zitten 40 mensen met allemaal verschillende invalshoeken. Ja. En dat is al een heel proces om tot een soort van wat is nou het best mogelijk onderbouwde advies. En ik denk dat datzelfde debat ook tussen sociaalwetenschappers, economen plaatsvindt. Als je dat allemaal bij elkaar zet, dan denk ik dat je paralyse krijgt. Dus niet een econoom in het OMT, maar misschien een aparte
advies nee, want gaan. Je bent er niet met de één econoom, je moet er dan 10 hebben. Ja, precies. En je moet 10 sociaal wetenschappen. Weet je, wil je de diversiteit van de invalshoeken uit die vakgebieden ook meenemen ja. en expertise, dan wordt het zo groot ja. dat je eigenlijk niet meer kunt bewegen. Wat u eigenlijk net zegt, het moet wel praktisch haalbaar zijn. Ja, en waar je dus denk ik wel over moet nadenken van hoe, want het, dat. Dat vind ik, dus dat is ook een vraag weer terug naar de wetenschap. Bijvoorbeeld, dat is nu de afweging impact op zorg, die is heel belangrijk geweest. Hoe meet je impact op jongeren? Ja. Ja. Hoe weet je dat? Hoe meet je economisch en hoe weet je dat mee? En hoe bepaal je wat zwaarder weegt? Of leg je dat allemaal bij de politiek neer en die moeten dan kiezen en op grond waarvan. Dat is wetenschappelijk ook nog wel uitdagend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Had u idealiter gehad dat het OMT gewoon het beleid zou maken, want nu? Nee. Nee, die rolverdeling is heel belangrijk. Ja? Ja. Wij zijn adviseurs. Ja. Wij zeggen, ik weet niks over politiek, ik weet niks over hoe gemeentes werken. Ik weet hoe virusinfecties werken en wat je er grosso modo tegen kunt doen. En dat is een advies van, ik denk, geven wat er gebeurt, zou je dat en dan dat kunnen doen. Maar denkt u dat de pandemie eerder, nou is dan misschien nog niet voorbij, maar eerder ingedampt had kunnen worden als het OMT-advies 1-op-1 opgevolgd was geworden? Nou, ik weet niet. Ik weet wel dat dat in het publieke debat soms lijkt, maar of we dit echt hadden kunnen stoppen, dat vraag ik mij af hoor. Dat, ja, de vraag is die je kunt stellen is als iedereen meteen had gedaan wat China deed. Ja. Alles op slot. Alle vluchten weer plat. Geen gevallen in Nederland, maar geen carnaval, geen vakanties. Allemaal thuis weg. Ja, dat hadden we gewoon niet voor elkaar gekregen. Ja. Dan had dit niet wereldwijd verspreid. Maar ja, als we dat hadden gedaan, dan was het wel. Dan, ja, nou ja, die verspreiding is natuurlijk uiteindelijk wat maakt wat dat maakt, iets een pandemie ja. wordt. En de eerste 2 maanden was het virus minder besmettelijk. Dat is de eerste variant eigenlijk, hè. Toen noemden we dat nog niet zo. Die was tussen dat het virus in Azië losging en in Europa. Dus vanaf in Europa hadden we eigenlijk al een besmettelijker virus dan wat we in China ja. zagen. En in de landen daaromheen waaruit geëxporteerd is. Dus die eerste weken was het ook zo dat wat hier klaar stond van hey, je hebt grijs, je hebt klachten, je hebt testen en isolatie, quarantaine, contacten. Daarmee zijn een heleboel brandjes geblust ja. van reizigers die uit China internationaal reizen. En dat werkte toen. Maar met die veranderingen in dat virus en ook de wat minder volgzame landen waar het vervolgens terecht kwam, werkte dat gewoon. Dus u zegt u nou eigenlijk, als wij met z'n allen op het moment dat we hoorden dat het uitbrak, 3 weken wereldwijd ja. in ons kamertje waren gaan zitten, dan hadden we onszelf 2 jaar. Langer, want je moet eigenlijk een paar incubatietijden, dus een week of 6, denk ik dan. Week of 6 en dan was het hele probleem opgelost. In theorie, ja. In theorie, ja. Nou, het is leuk om te weten. We hebben er alleen heel weinig van. Ja. Volgens mij is het tijd voor het publiek om ook de mogelijkheid aan jullie te geven om een vraag te stellen. Dus is er iemand in het publiek die een vraag heeft voor mevrouw Koopmans? Helemaal niemand? Oké. Okay. Komen zeker. We aan het einde dan nog eventjes terug. Dat is helemaal prima. Dat is mooi, dat geeft ook meer tijd. Want ik wil namelijk, ik denk iets met u ontkrachten. Er wordt heel vaak gezegd dat er op het moment dat COVID uitbrak in Wuhan, dat er onder virologen een angst was dat het wel eens zou kunnen, simpel gezegd omdat er een viroloog in Wuhan een verkeerd buisje had laten vallen in een lab en dat daar het COVID-vaccin, of tenminste de besmettingen vandaan komen. Had u eigenlijk in eerste instantie dezelfde reactie ook toen u het hoorde dat er iets mis was in de lab?
Nee, even vooropgesteld, het is niet zozeer een reactie onder virologen. Dat kwam met name uit politieke hoek. Kijk, je moet daar als bedacht zijn, maar het was niet meer, zeker niet mijn eerste reactie. Mijn eerste reactie was, zou dit vogelgriep zijn? Omdat dat de dreiging was waar we steeds naar zaten te kijken. En we daar ook van weten dat dat vanwege die markten en vanwege de dieren... handel, dat daar echt een hoog risico zit. Dus mijn eerste gedachte was, is dit nu een zoonose die tot problemen leidt? En dat was zo waar ook wel. De gesprekken ook met China, ook met de WHO, dat was wel... Top, want u zegt van het is alleen voornamelijk politiek. Ik heb de naam van de administratie opgeschreven, Xi Zhengli, toch een bekend collega. Een van de eerste dingen die zij schijnt gedaan te hebben, is toch even kijken of het DNA van de lab-experiment die zij op dat moment deed, overkwam met het virus wat ze overeenkwam met het virus wat ze zag in de omgeving. Dus het is niet zo, toch? Het is daarna heel politiek gemaakt. Ja. Maar in eerste instantie was die angst er toch in elk geval bij haar. Nou, het is denk ik een normale check die je doet. Ik heb haar ook gesproken. En dus die verhalen die zoomden al heel snel rond en ik weet niet of zij dat spontaan zelf meteen gedaan zou hebben, maar ze heeft het inderdaad wel snel gecheckt, het is toch misschien is het handig wel belang van dat soort onderzoeken uit te leggen, want de risico's zijn wel geen poespas, om het maar simpel te zeggen, want in principe maken jullie van een virus wat misschien nog niet overdraagbaar is van mens op mens of van dier naar mens? Proberen jullie dat in een lab te experimenteren om vervolgens dan te kijken wat er eventueel al aan te doen is? Ja, je hebt het dus over een hele selectieve groep experimenten. Even voor Wuhan, die deden dat niet, hè? Die deden niet die experimenten. Wat deden ze wel? Wat zij deden is, zij keken naar wat er voorkwam in wilde dieren en met name vleermuizen, en dat was na de SARS-1 uitbraak, waarvan inmiddels bekend was dat die uit vleermuizen was gekomen via een tussengastheer. Dus zij deden surveys van virussen in vleermuizen door China heen. Vonden daarin dat er een ongelooflijke waaier aan SARS-achtige virussen in het wild voorkomt. En de vraag die zij daarbij dan stelden van, and now what? Betekent dat dat we permanent enorm dreiging op ons dak hebben? Wat maakt of die dreiging een echte dreiging is? En dat is een vraag die ook in vogelgriep voorkomt. We hebben nu de afgelopen 2 jaar gezien dat er, daarvoor waar we naar China wezen, zit nu hier in alle vogels in, of niet in alle, maar heel veel. In de wilde vogelpopulaties hebben we hoogpathogene virussen zitten die een pandemisch dreigingsrisico hebben. En dan is dus de vraag, wanneer gaat er nou echt een vlag omhoog? Wanneer zijn die virussen nou dusdanig dat je zegt, nu hebben we een echt pandemiedreiging? Nou, de grote vraag daarbij is, is dit in staat om mensen te infecteren en is het in staat om tussen mensen te spreiden? Ja. Die eerste stap, die wordt heel veel gedaan. Door bijvoorbeeld te kijken, kun je menselijke cellen infecteren met zo'n infectie? Dan doe je er dus niks aan, maar je kijkt alleen dat wat in de natuur voorkomt, kan dat ons of zoogdieren, andere zoogdieren infecteren. Dat is een hele gebruikelijke vorm van experiment. Er zijn er vervolgens, waarbij gekeken wordt, wat is er voor nodig om zo'n virus overdraagbaar te maken. Ja. Dat gaat via experimenten waarin je bijvoorbeeld die kweek herhaalt of verschillende dieren herhaalt. En dan zie je die virussen veranderen en dan zie je dat ze zich aanpassen en dat ze riskanter worden. Dat zijn experimenten, daar is veel discussie over, er zijn ook veel veiligheidseisen aan, maar die in de natuur dus ook gebeuren, zonder dat we er naar kijken. Ja. Hier gebeuren ze onder goed gecontroleerde omstandigheden in veilige omgevingen en dan zeg je dus, let op, dit gebeurt dus.
En de laatste categorie, dat is die gain of function categorie. Ja. Dat is een hele zeldzame. Waarbij je zegt, ik heb een virus, daar verander ik zelf in het lab iets aan. Op een eigenschap waarvan ik denk, dit zou wel eens de functie kunnen veranderen. En dan kijk je of dat zo is. En dat zijn natuurlijk aangaan ze nemen dat 10 keer verandert die functie niet. Want we denken wel dat we die biologie snappen, maar zo zit het niet. Maar dat zijn dus die meest hoog risico experimenten ja. die je zo strak gereguleerd. En wat u zegt, het is zeldzaam. Even voor het beeld. Gain of function op de wereld. Hoeveel labs hebben we? Ja, dat ik weet niet hoeveel labs dat precies ja, maar, doen. Maar zo mogelijk. Nou, enkele tientallen, denk ik. Is er internationaal, zijn er afspraken over de veiligheid rondom die labs? Ja, die zijn er, maar de vraag is dus hoe is het toezicht daarop? Dus als je, dus bijvoorbeeld als dat bij ons gebeurt, we hebben hier en daar gain of function experimenten, die gebeuren onder de, we hebben in Nederland eisen, maar we hebben ook Amerikaanse eisen waarmee we van doen hebben. En die gebeuren dus ook pas nadat je faciliteiten geïnspecteerd zijn door de Amerikaanse autoriteiten. En daar gaat voor een deel dus die discussie over Wuhan over. Daar werd onderzoek gedaan. Daar werd dus geen gain of function onderzoek gedaan. Ja. Dat gain of function deel van het project gebeurde in Amerika. Maar dat was niet duidelijk. Mm-hmm. En die faciliteit in Wuhan is niet geïnspecteerd door de Amerikaanse overheden. Wel door Franse overheden. Ja. En ja, dus daar zit dan discussie omheen. Maar u heeft er wel vertrouwen in dat we niet, ons geen zorgen hoeven te maken over een virus wat kan ontsnappen uit een lab. En het kan, weet je, dat is ellende. Je kunt natuurlijk nooit 100% zeker zeggen, het bestaat niet. Kan ja. niet. Is ook wel eens gebeurd, toch? Is ook wel eens gebeurd, tuurlijk, ja. En dus, maar wat je, waar het, kijk, het lastige is dat hier een politieke beschuldiging van China heeft de pandemie veroorzaakt, ja. gekoppeld wordt met China virus, op zich valide discussie over hey, hoe is het met de veiligheid van laboratoriumwerkzaamheden. Prima discussie, maar koppel ze alsjeblieft niet aan elkaar. Ja. Ja. Want dat is, wat er gebeurt is dat je de veiligheidsdiscussie niet meer voert omdat die politieke lading en beschuldiging eroverheen ligt. Ja. En daarmee leg je heel veel plat, krijg je defensieve reacties in plaats van een onderdeel van veiligheid is dat mensen zich veilig voelen om te zeggen, hé, ik vind dat dit niet helemaal klopt, kunnen we er eens naar kijken. Ja. Creëren jullie, niet jullie, maar creëert de wetenschap dat niet ook een klein beetje, of is het niet een bijgevolg van de voorzichtigheid waarmee wetenschappers zich uitdrukken? Want als u er een percentage op zou moeten zetten, hoe groot is de kans dat COVID uit de lab komt? Ja, marginaal klein, maar niet nul. Ja, precies. Ja. En dat ja. precies dit antwoord. Ja. Als je nou zou zeggen nul. Ja, nou, en dat, ja, als wetenschapper zeg ik dat niet. Nee. Ja. En dat is dus een onderdeel van die, ja, dat is ook een onderdeel van de publieke discussie. Ja, ik vind ook dat je dat als wetenschapper eigenlijk niet gewoon niet moet doen. Ook al is dat makkelijker ja. voor het grote publiek. Ja. Ik vind het eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat we, dan moeten we maar uitleggen hoe dat werkt. Maar ik zou het een grens overvinden als je dan maar gaat zeggen, ja hoor, 100% zeker. Snapt u ergens politieke reactie om met de vinger te gaan wijzen? Of is dat iets wat... Nee, vind ik heel slecht. Echt. Want dat suggereert dat je... kijk, pandemieën kunnen overal ontstaan. Ja. En het is een wereldwijd toenemende dreiging vanwege ook gewoon impact die wij als mensheid hebben op de planeet. En daar hebben we allemaal iets in te doen. Dus en een deel van, dus een belangrijk deel van de pandemic preparedness is dat je erop, dat je met elkaar ook die vroege waarschuwing vorm gaat geven. Dat je dat je daar een vorm van gezamenlijkheid in opzoekt. En du moment dat daar
onmiddellijk dan straffen, sancties op volgen. Ja, wie maakt dan dat de volgende keer nog iemand bijvoorbeeld meldt, hé, we hebben een probleem. Hebben we nu gezien, Zuid-Afrika, die hebben als idioot allerlei capaciteit om die virus te kunnen karakteriseren opgebouwd. Vonden dus als eerste Omicron. En wat gebeurde er? Alle vliegverkeer ging plat. Enorme impact voor dat land. Ja. Terwijl wat zij deden was, ze zagen het en dezelfde dag werd het gedeeld met de WHO en met de wereld. En ze hadden onmiddellijk enorme repercussies van. En dat is gewoon, dat is niet handig als je pandemie wil bestrijden. Nee, dus de angst beïnvloedt dan heel erg de bestrijding. Ja, ziet het nu met die Oekraïne. Is ook een discussie over, dat hebben we misschien wel gezien, biologische labs. Oekraïne heeft biologische labs. En daar is een VN-veiligheidsraad bijeenkomst over geweest. Daar werd dan gepresenteerd. En wat niet is te zien, een monitoringsprogramma over vogelgriep. Waar zit vogelgriep met ringen van vogels? En dan kon je zien waar die vogels doen. Dat werd daar gebruikt in die propagandaoorlog als zijnde, zie je wel, er wordt met gevaarlijke virussen gewerkt. Echt gewoon heel schadelijk. Ik proef inderdaad een bepaalde irritatie, mag ik dat zo noemen, toch? Nou, ik vind het, het is een belangenconflict. Dus wat je ziet is, dus die hele mediakant is onderdeel geworden van die oorlogsretoriek en de internationale politieke retoriek. En aan de pandemic preparedness kant, ja, hoe beter de informatie gedeeld wordt internationaal, hoe beter wij voorbereid zijn. Ja. En hoe vroeger we gewaarschuwd worden. En die twee, die staan in lijnrecht conflict met elkaar. Ja. Dus vanuit mijn bril gericht op pandemic preparedness, hou daarmee op, hou dat erbuiten, want je berokkent schade aan de waarschuwingssystemen die wij nodig hebben. Maar u maakt zich dus niet per se zorgen over het inzetten van virussen als medische wapens, bijvoorbeeld? Weet je, dat is die zorg, die is er. Dat heeft heel erg gespeeld, die discussie na 9-11. Ja. Ook toen bleek dat er ook gewoon, er zijn ook zeg maar militaire programma's geweest in ieder geval, die zijn er misschien nog wel. Maar ja, daar heb je heel weinig zicht op. Dus, maar daar zie je wel, want dat is dan wel weer leuk. Of tenminste, ik weet niet of het leuk is, het is eigenlijk heel erg. Maar dan refereert u denk ik aan de poederbrieven die werden verstuurd. En dat is natuurlijk een gevolg geweest van de antrax, volgens mij was het, als ik me niet vergis, oorlog tussen Rusland en Amerika. En dan is de voornaamste verdachte toch weer van die poederbrieven een onderzoeker, want die moet natuurlijk wel heel verstand hebben van het goedje in die poederbrieven. Ja. En ik heb volgens mij zijn naam opgeschreven, of u moet hem uit mijn hoofd weten. Fouché? Nee. Weet u mij zijn hoofd? Ik kom nee, er zo bij. Geen idee. Maar in ieder geval, dat is handig voor de administratie om dat goed te weten. Maar dat was een man die labonderzoeker was naar anthrax vaccins. Die wordt er als hoofdverdachte, die heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en die heeft in totaal iets van 12 mensen weten te besmetten. Ja. Ja. En de biologie, de natuur, heeft een heleboel pandemieën en enorme uitbraken veroorzaakt. Dus, ja, maar weet James je, Bond scoort gewoon, dat klinkt als een James Bond van. Ja, en dat is dus ook het lastige, want dit is een... Dus als je van begin af aan de biologische plausibiliteit neerlegt, dan is het verbazend hoeveel ruimte en aandacht er is voor die hele lab-fabricage theorie. Ja. Ja. Maar ja, zo gaat het dus wel. Maar misschien heeft het ook te maken met het feit dat wetenschap komt over als iets relatief objectiefs voor iedereen. Alleen de mens bedrijft de wetenschap en de mens is natuurlijk, die doet allemaal gekke dingen. Dus ik kan me ook wel ergens voorstellen dat ja, maar dus als je bijvoorbeeld kijkt, kijk, wij hebben, dus je mag heus niet binnenwandelen en zeggen van ik kom in juni BSL-3 lab werken. Nee, dat zijn mensen die al jarenlang getraind zijn, die
gecheckt worden op allerlei, hoe goed zijn ze, hoe zorgvuldig zijn ze stressbestendig, zijn ze stabiel enzovoort. Die gaan een speciaal trainingstraject in en die mogen in een hypotheekgebouw werken. Het is echt niet voor iedereen, het is echt niet iets waar je zo naar binnen wandelt. Laatste ding om mijn zorg weg te nemen over die High Containment Labs. Waarom staat dat ding in vredesnaam in het centrum van Rotterdam? Waarom doen we dat niet op een zoutvlakte ergens? Het is gewoon een super fijne plek. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, oké, maar dan zou je toch steeds minder risico hebben als je dat in een dun bevolkt gebied doet, toch? Dat klopt. Maar het staat daar. Daar heb ik het niet neergezet. Het staat daar. Er zijn echt de risico's met het werken in dat lab zijn echt zo astronomisch veel kleiner dan wat je in de metro kunt oplopen. Ja. Moet iedereen over ophouden, is gewoon toch? Dat is een beetje. Nee, weet je, het is een goede discussie, maar het is lastig dat het steeds in verband gebracht wordt met de pandemie, de oorzaak van de pandemie. Ik denk echt dat dat niet, alle bewijs wat er langskomt telt op tot biologisch, zoonotisch. En door die discussies te vermengen, blijft dat beeld ontstaan van het supergevaarlijk. Terwijl wat gevaarlijk is, is wat er in de wereld om ons heen gebeurt door ons handelen. Dus wat gevaarlijk is, is dat er steeds meer interacties tussen wilde dieren en mensen zijn. Ja. Veel meer kans op spillover. En daar moeten we ons op voorbereiden. U zegt de afgelopen tijd op uw Twitter en publiekelijk, het is nog geen endemische ziekte. De pandemie is nog niet voorbij. Volgens mij kwam er gisteren of eergisteren een artikel uit over dat u ook waarschuwde voor eventuele nieuwe varianten. Kunt u ons daar iets meer over vertellen? We zijn wel natuurlijk door de eerste Big Bang impact heen. Vooral hier dan ook vooral door onder andere de vaccinaties. Endemisch is waar je naartoe gaat. Endemisch is dan een beetje een voorspelbaar patroon. Daar zitten we nog niet. Dat betekent niet per se mild. Je kunt endemisch ernstig ziek worden, periodiek. Maar het is gewoon nog niet voorspelbaar. Dus we weten nog niet. Elke variant kwam uit een andere hoek bijvoorbeeld. Dus we kunnen niet zeggen, Omicron is mild, de volgende zal ook wel mild zijn. Dat weten we niet. Het is nu gewoon iets wat met de wintervirussen meegaat. Dat weten we ook nog niet. Dus in die zin zijn we nog niet bij dat endemische. En moeten we gewoon echt nu afwachten wat de komende najaar, zomer, najaar, winter gebeurt. Duidelijk. En wat moet er veranderen om dit soort, om een andere versie van het coronavirus te stoppen? Moeten we dan weer terug, toch weer in een deel in de lockdown met z'n allen? Moeten we de grenzen sluiten? Er is een lange termijn plan net gepresenteerd door VWS. Mm-hmm. Dat is 40 pagina's, 99 pagina's. Dat zegt, je moet je voorbereiden op scenario. En de gunstige scenario's zijn het kabeldoors op waar we nu zitten. Er zitten wel nog steeds tussen de 1500 en 2000 mensen steeds elke dag in het ziekenhuis met deze infectie. Maar dat hebben we dan dus, vinden we een acceptabel niveau. Maar je moet je voorbereiden op dat er toch weer iets gebeurt, dat er weer een vervelende variant komt. En de vraag daar is, hoeveel kan je dan opvangen door gewoon in een universiteit, in de horeca, in de culturele sector zelf wat maatregelen te nemen. Weer afstandmaatregelen of looproutes. Dus dat is echt neergelegd. En dan zou je in principe veel meer kunnen doen met de maatschappij open. Maar er is niemand die kan garanderen dat je niet weer toch op een gegeven moment terugvalt. Bereidt men zich voor op dit moment? Hoe ziet u dat? Ik denk dat op dit moment niet zo erg is, nee. Dus nee. Ik hoop erop dat de volgende variant tot het najaar wacht. En dat tegen die tijd die plannen wel wat verder zijn uitgewerkt. En iets verder in de toekomst, kunnen we
meer pandemieën zoals dit verwachten? Want er zijn theorieën die zeggen globalisering, toegenomen interconnectedness tussen mensen, maar ook zoals de manier waarop wij nu vee houden. Zullen er allemaal tot leiden dat dit soort pandemieën, dat we die vaker gaan tegenkomen? Ja, dus dat is een... Ja, ik wil het niet al te deprimerend maken hier, maar dat is... Ik wilde net zeggen, het wordt al aardig deprimerend. Ja, precies. Maar dat is ook iets wat de WHO al een aantal jaren zegt. Let erop. Het is vergelijkbaar aan het klimaatverhaal. Er is gewoon impact van de menselijke aanwezigheid op de planeet. En die heeft tot gevolg dat de kans op infecties groter wordt. Die heeft ook andere impacten, hè, de klimaateffecten. Daar hebben we mee van doen. Dus dat betekent ook dat ik vind dat we... zeker vooral ons leven weer op gang moet, maar wel ook dat we echt moeten kijken, wat leren we hier nou van? En wat kunnen we dan inderdaad zelf doen om toch mee te werken om dit soort dingen te voorkomen of zo vroeg mogelijk op te pikken en dan ook te dempen. Dat is uiteindelijk wel wat ik vind dat we ervan moeten leren. Nou wil ik niet toch cynischer worden, maar voor de COVID-pandemie werd er natuurlijk al wel gewoon gewaarschuwd dat het risico op de pandemie op de vingers na te tellen was. Nou, we hebben het gekregen. En nu is het ook weer niet per se de meest actieve rol op dit moment voor in de ontwikkeling is kijken naar een nieuwe pandemie. Denkt u niet gewoon dat we op het moment dat er de volgende pandemie uitbreekt, dat we dan weer gaan acteren? En dat we tot die dag ons bezighouden met Rusland. En ook wel heel belangrijk natuurlijk. Maar dat weet ik niet, dat hoop ik niet. Je bent te jong om te cynisch te zijn. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het een lange adem is. Ik denk dat het belangrijk is om het te blijven agenderen. En als ik vergelijk met, ik loop een paar jaar mee in mijn vakgebied, is er in die tijd wel echt heel veel veranderd. Dus er waren wel degelijk ook voorbereidingen. China heeft met vanwege de toolbox die er is heel snel kunnen karakteriseren wat speelt hier. Dat is gedeeld, er zijn heel snel testen voor ontwikkeld, er zijn ongelooflijk snel vaccins voor ontwikkeld. Dat was 10 jaar geleden allemaal niet mogelijk. Dus daar zijn wel degelijk ook dingen in veranderd. En ik hoop dat diezelfde voorbereidingen dus ook wat meer gaan verschuiven naar hoe komt dit nou en wat gaat er mis? Dus dat heeft heel veel te maken met de interactie tussen mensen, dieren en ecosystemen. Hoe harder je daar dingen ziet veranderen, hoe groter de kans inderdaad op dingen. Dus dat daar ook aandacht voor komt. En dat zie je, die is er in Nederland zeker ook. Die is er in Europa meer en meer. Dus ik ben daar eigenlijk wel een beetje optimistisch over. En heel concreet, wat zijn de belangrijkste aspecten waar we ons nu op moeten focussen? Ik zag toevallig dat u had getweet over rioolsystemen, de verbetering daarvan. Is het dan riolering? Is het de veehouderij aanpakken? Is het misschien toch iets te doen met globalisering en de interconnectedness? Of? Ik geloof in internationale samenwerking op vroegsignalering. Ja. Maar wel op een slimme manier. Dus onderdeel daarvan kan zijn rioolwater, maar dan heb je al volop circulatie. Dan ben je eigenlijk al te laat. Ja. Dus ik geloof in kijken naar welke ecosystemen zitten de meeste druk op. En hoe ga je daar nou goede waarschuwingssystemen voor ontwikkelen? En dat je dat dan wereldwijd doet. Er is ook de WHO heeft een nieuwe Pandemic Radar Instituut opgericht. Klinkt goed. Pandemic Radar. Klinkt goed, hè? Ja. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, ik vind het logisch. Ik vind het uit te leggen dat je... Dat je zegt, eigenlijk bij elke uitbraak, als je terugkijkt, zeg je van achteraf gezien konden we dit zien aankomen. We hebben in Nederland Q-koorts gehad. Ja.
dat merkten we toen mensen ziek werden, maar daar was al in de jaren daarvoor ongemerkt een explosieve toename van de geitenhouderij en een enorme toename van het ziekteprobleem, Q-koorts, abortus bij geiten. Dat hadden we kunnen weten. Ja. Dus als je je vroegwaarschuwing verschuift naar daar waar je de eerste signalen zou kunnen krijgen, dan ben je in ieder geval vroeger. En dan moet je wel ook bedenken, wat doe je daar dan? Dus nu hebben we de afgelopen jaren die vogelgriep enorm zien verschuiven. Dus dat is echt ongelooflijk. Als dat humaan was, dan stond alles in rep en roer. Ja. En toch zeggen we ervan, ja, maar dat is een vogel. Terwijl dat is een verschoven pandemische dreiging. Ja. En daar moeten we dus van bedenken, wat doen we daar nou vervolgens aan? Dus dat... En hoe groot is de... dreiging vanuit de vogelwereld. Ja, u bent een viroloog, u kunt niet zeggen, dat weet ik niet. Anders ja, weet je, dat is het probleem met een dreiging. Een dreiging is een dreiging, wat niet betekent dat er iets gaat gebeuren. Ja. En maar het kan ook morgen ineens blijken dat die vogelgriep in varkenspopulatie terecht is gekomen en dat we volgende week een probleem hebben. Dat kan. Zijn er al stappen gemaakt in het internationale communicatiesysteem om dit te vroegsignalering? Ja, dus dat wordt nu, want daar, dat is dan wel een positief effect van die pandemie. Dus daar is nu, we hebben in Nederland gezien dat hele testcircus, zal ik maar zeggen, hoe belangrijk het is om zicht te hebben. Dat is wereldwijd opgetuigd en dat gaat nu steeds minder natuurlijk gebruikt worden voor COVID. Maar daar wordt nu echt naar gekeken, ook internationaal, kunnen we dat dan breder gaan inzetten voor inderdaad meer die... Ja, die radar op de toekomst. Duidelijk. Dus we hebben iets geleerd van de pandemie. We hebben wel wat geleerd, ja. We moeten er nog veel meer van leren, denk ik. Hebben we een vaccin liggen eigenlijk? Voor mocht dat overslaan. Of we hebben natuurlijk niet een vaccin liggen, maar we hebben best veel kennis, denk ik, over dit vogelgriepvirus. Stel, slaat over. Ja, die hebben wij niet liggen. Die heeft, de VS heeft de zogenaamde pre-pandemic vaccins, maar dat is zo'n discussie. Want ja. En moeten we daar als Europa niet ook in gaan investeren? En dat is investeren in iets wat je misschien nooit nodig gaat hebben. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld in 2009 met de influenza toen gebeurd. Toen is in de fase dat je eigenlijk nog niet wist hoe groot de impact zou zijn, is al gezegd van ja, we moeten zorgen dat we vaccins zijn. Dat zijn grote opdrachten. En die zijn uiteindelijk amper gebruikt. Dus dan is het geldverspillerij. Hetzelfde geld had je iets gehad wat wel ernstiger was. En dan was je blij geweest dat je die keuze had gemaakt. Dus dat zijn, het is een soort denken in dijkbewaking. Ja. Hè, overstromingen zijn er zelden. En toch investeren we daarin. Ja. En die mindset die moeten we gaan hebben op preparedness, denk ik. Dat is gezegd. Zijn er toch nog mensen misschien in de zaal die een vraag hebben? Want dat kan dan nu nog. Nou, het enthousiasme is een stuk groter ineens, jongens. De verlegenheid is eraf. Ja. Nou, er komt een microfoon. Nou, zullen we beginnen bij meer in het zwart links? Gewoon rennen. Het is een soort workout voor Tim ook. Ik had een vraag over, we hebben natuurlijk nu sinds kort, of sinds een halfjaartje, een nieuwe minister van Volksgezondheid. Uh-huh. Is er een verschil tussen Hugo de Jonge en Ernst Kuipers in hoe hij of die twee beleid voeren en hoe het dan naar het RIVM doorgevoerd wordt? Ja, ze zijn al heel verschillend. De een gebruikt een zakelijk middel, de rest dan niet. dat weet ik niet, maar... Ernst Kuipers is natuurlijk een vakminister, dat maakt uit. Dus je merkt dat hij al veel ook bezig is met de ziekenhuizen en gaat regelen. Heeft natuurlijk in die zin andere ervaring. Ik vind het lastig te zeggen omdat hij ook net op een kantelpunt kwam. Dus hij is de eerste geweest die kon zeggen van we gaan het nu anders doen, want we gaan naar een volgende fase. Dus daarmee is het ook lastig te vergelijken. Hij lijkt wat meer het boel terug te leggen. Hugo de Jonge die had echt regie. Ernst Kuiper, mijn oude baas, die zegt wat meer
doe het zelf en werk dat uit. Ja. Wie heeft het liever? Ik denk dat de strategie van Ernst Kuipers er ook nog moet bewijzen, want dat werkt als we niet in de grote golf gaan krijgen. Okay. Next question. Achterin in het rood. Ja, bedankt mevrouw Koopmans dat u hier bent. Er schijnt een nogal grote kloof te zijn tussen ontwikkelingslanden zoals Afrika en de westerse landen als het gaat om vaccinatie. Ondanks wereldwijde programma's zoals COVAX. Hoe schat u het gevaar dat er in die ondergevaccineerde landen een nieuwe variant kan muteren door de onvaccinatie? Ik weet niet of we ergens op een... Ja, nee, dat is echt een probleem. Dus die ongelijkheid, dat is ook... in Afrika heb je... Zuid-Afrika heeft geïnvesteerd. Dus die Omicron bijvoorbeeld had nauwelijks toegang tot vaccins. We zijn ook woest over hoe dat gaat. En dat is begrijpelijk. Dus er is een enorme scheve verdeling in de toegang tot vaccins. En dus ook in de mate van... Nou ja, bescherming die er is op impact van dit virus. Gaat dat effect hebben? Ja, er zijn behoorlijk grote populaties waarvan we niet precies weten wat er gebeurt. Dat is ook vermoeden dat daar Omicron vandaan komt. In één groep die genoemd wordt is de onbehandelde HIV-patiënten in zuidelijk Afrika. Dat is een enorm groot probleem daar. En daar is toegang tot medicatie voor HIV bijvoorbeeld een probleem. En daar zien we dat mensen met HIV die corona krijgen, dat virus niet goed kwijt kunnen. En dat daarin dat virus kan veranderen in varianten. Dus het is ook iets wat gewoon linea recta gewoon weer terug op je bord komt. Doordat daarmee de pandemie gewoon blijft doorrommelen. En de vraag is dan, en dat, ook daar zitten we ethische dilemma's in. Wij hebben hier moeten besluiten over vaccineren en boosteren. Terwijl er een oproep lag vanuit de WHO, doe het niet. Ga eerst vaccineren in gebieden die überhaupt nog geen eerste prik hebben kunnen zetten. En hier was het schande, 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 waarom boosteren we nog niet? Want we willen vrij zijn. Dus dat zijn echt ook, dat zijn echt wel lastige discussies. U heeft veel gereisd voor uw werk, ook in het verleden en van deze gebieden. Gaat het u aan het hart, het feit dat er toch niet gelijkheid is op het gebied van vaccins? Zeker, dus, en ik vind dit ook een... Want natuurlijk heeft een nationale overheid, die heeft ook de opdracht om te gaan voor zijn eigen mensen. Mm-hmm. Maar ik heb wel ook zoiets van, maar waar ligt deze discussie dan? Ja. Dus waar ligt, en dat betekent dus dat je eigenlijk dan ook als Nederland en als minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld moet zeggen, sorry, ja... We hebben vaccins, maar we moeten het eerlijk verdelen. Dus we moeten kiezen wie er gevaccineerd kan worden. En dus moeten andere maatregelen langer naar voren gehouden worden. Er zijn genoeg mensen die niet gevaccineerd willen worden. Die zijn dus eigenlijk heel sociaal. Ja, nee. Want het is dan een ander combinatiepakket aan maatregelen wat je bij elkaar nodig hebt. Als je tenminste de rem op die infectie wilt zetten. Dat betekent dus als je minder kunt vaccineren, heb je ook meer beperkingen. Ja. En die discussie die is, dat is echt North versus South. Ja. En daar is echt het laatste woord nog niet over gezegd. Tijd voor eentje nog? Ja, laten we nog een de laatste. De jongeman doet het. Ja, ik was toch nog wel benieuwd naar het een en ander, want u had het aan het begin daar zeker over dat de communicatie iets was waar u achteraf nog veel van heeft geleerd. Tegelijkertijd zei u ook net dat je zeker als wetenschapper nooit zo resoluut zal zijn als iets met een 100% zekerheid weg te geven. Klopt.
Maar waar ligt die afweging tussen minder resoluut zijn misschien in je verhaal en de effectiviteit van de boodschap die je daarmee probeert over te brengen? Want ik kan me ook voorstellen dat het minder aanslaat als je iets met meer nuance of minder zekerheid presenteert. Ja, dat is dus ook zo'n vakgebied communicatiewetenschap. Hè? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat voor allerlei verschillende doelgroepen? Maar dat is dus iets wat je echt moet bekijken. Kijk, wij hebben ook het verwijt gehad van die adviezen die jullie doen. Neem bijvoorbeeld de stad Rotterdam. Daar zitten 150 verschillende nationaliteiten. Die allemaal hun eigen gebruiksaanwijzingen hebben, zou ik maar zeggen. Ja, hoe ga je dat doen? Als je iets binnen een paar dagen over het voetlicht moet krijgen. Dus dat is ook wel een... Dat is ook wel zoeken. Het is ook wel iets wat bijvoorbeeld GGD's heel veel tegenkomen. Maar ja, ik vind dat gewoon niet eenvoudig. Maar dat daar iets mee moet en dat je daar allerlei geleerlingen in de maatschappij mee nodig hebt, dat is wel duidelijk. Duidelijk. Mevrouw Koopmans, ik wil u eigenlijk hartelijk danken. Het is niet altijd makkelijk om natuurlijk hier onaangekondigd als surprise binnen te komen. Erg leuk dat u dit was. Wij hebben binnenkort volgens mij nog een interview. Ja, volgende week 11 april gaan wij hoofddiplomaat van de EU interviewen, Gunnar Wiegand, over zijn werk in de Indo-Pacifische regio. Dus kom dan zeker van 1 tot 2 ook even langs. En nog heel graag een enorm applaus voor onze gast Benjamin Koopmans. Ja,